Ramadan, Siang iedereen. Fijn dat jullie het leuk vinden dat ik het recept op een video maak. Voor mij de eerste keer, maar oh zo leuk. En bedankt voor de likes en de opmerkingen. Ik zal jullie even laten zien wat ik in mijn nasi doe. Hier heb ik gesneden wortel. En spitskool. Een halve. 8 teentje knoflook. Een half uitje. 3 kipfilet. Een bosje lentui. Niet vergeten de terrassie. De ketchup. De shrimpsaus. Sambal oelek. De loor. En hier 5 theelepel curry, konjit, katoenbar en chilipoeder. Nou, we gaan aan de slag. We gaan de wok even goed voorverwarmen. Dat zullen jullie wel bekend zijn. Dan doen wij een scheutje olie in. Zo, een beetje meer. Klein bodempje. Dan als eerste de ui erin. Ik zal de afzuigkap niet aanzetten, want anders ruik je die heerlijke geur niet in het huis. En dan verstaan jullie ook niet wat ik zeg. Zo, een beetje terrasje bij. Echt uit Indonesië. Dan een beetje roeren. Dan gaan de kruiden erbij. Dan de knoflook. Dan maak ik een keer de bumbu aan. Nou, ik zie dat alles mooi meegebakken. Dan pak ik de kip. Goed gaar maken. Want niemand wil ziek worden van de kip. Ik laat ayam. Ondertussen pak ik even een lepel voor de sambal oelek. Ik heb kinderen thuis, dus voor mij 3 theelepeltjes genoeg. Nou, ik zie alleen maar stukjes. De kleur. Dus de groente kan daarbij. En de kruiden overigens kan je natuurlijk naar eigen smaak vermeerderen, verminderen. Maar voor mij, na 5 jaar zoeken, ik heb het recept aangepast naar smaak en goed voor de kinderen. Dus
Dan pak ik de garnalensaus. En dan druppel ik een beetje overheen. Dan pakken we de rijst bij. De witte nasi. En nou wordt die goren. Overen in de keuken. Dat gaat leuk. De rijst heb ik van tevoren gekookt. Daarom is het nu afgekoeld. Dan kan voor mijn gevoel beter bakken. Ik gebruik gebroken pandanrijst voor de nasi. Dat geeft een extra lekkere smaak. Nou, zoals je ziet, begint mooi te kleuren. Mijn naam is dus John van Hoek. Ik kom uit Etten-Leur. Ik ben 35 jaar oud. Mijn vader is geboren in Indonesië. Mijn moeder in Nederland. Maar mijn hartje klopt meer met Indisch bloed, als Blanda bloed. Ik verdiep me al vanaf mijn 11e in Indonesische keuken. Ik heb veel geleerd van mijn opa, van mijn vader. Mijn moeder daar heeft ook geleerd van mijn opa. Heel lekker Indisch koken. En zo ben ik eigenlijk voor mijn eigen eraan uit dat ik liever een rijsttafel heb, Indonesisch eten, als de vieze aardappel van Nederland. Nou, gooi ik als laatste de ei bij. Even roeren. En kijk, er is een pan nasi geboren. Deze recept komt uit de buurt van Surabaya. Daar is mijn vader geboren. En zoals je ziet zijn er wel wat dingen toegevoegd. Maar dat maakt de smaak niet minder. Nou, dat was de nasi goreng van John van Hoek. Bedankt voor het kijken en tot volgende keer als jullie willen. Zet onder dit filmpje je reactie, commentaar, alles wat nodig is om mijn video te verbeteren. Als jullie willen nog meer video. Dankjewel, terima kasih. Selamat makan.